voor deze pagina is dit dan denk ik de laatste die we dan even gaan maken voor vandaag. Oh, deze gaan we dan ook nog maken. Dan hebben we eigenlijk wel verschillende locomotieven gehad. Want deze, even kijken waar die gebleven is, die gaan we doen met die 220 weer. Oftewel de V200 zoals het voor 1968 heette. En dan staat de V voor verbrandingsdrijfwagen, oftewel verbrandingsdrijfwagen, oftewel een diesellocomotief. En een bouwrij 118, maar die wordt dan ook voor mij een E18 zoals het vroeger was. En nogmaals, de 1 staat voor een elektrische locomotief en de 2 voor een diesellocomotief. In Nederland wordt hetzelfde systeem gebruikt. Hier is dan de V200. Een tweede klas rijtuig van Lilliput. Een tweede en de eerste klas rijtuig, een gemixte van Lilliput. Een tweede klas van Roco. Roco tweede klas. Roco was een gemengde trouwens ook. Oh, hij slot. Hij is afgehaakt. Weer afgehaakt. Nou, is dat niet zo geweldig koppeling. Een heel klein beetje bijgebogen. Misschien dat hij nu al blijft zitten. Daar komt hij aan hoor. Deze locomotieven werden gebouwd in 1956. En deze is een prototype die zelfs al een paar jaar eerder om te testen. Zit die vast? We gaan kijken als die vooruit gaat. Nu ziet. Moest ik er even andere sleepbandjes opzetten. In ieder geval, dat is de E18, oftewel na 1968 118 genoemd. De E staat natuurlijk voor elektrische locomotief en de 1 eigenlijk ook. Hier zit dus een elektromotortje onder met vliegwiel, waardoor die wat gelijkmatiger loopt, twee vliegwielen zelfs. En ja, je kan er een decoder in zetten, dan kan je digitaal rijden. Maar ik ga er even analoog mee rijden nog. Nou, hier staat hij. Even een proefrondje maken. Er staat iemand op de rails. De verlichting is natuurlijk hartstikke mooi. Hij rijdt ook goed. Nou, dan gaan we hem even aankoppelen.
is niet aangekoppeld. Ik zal hem even een handje helpen. Ja. Nou, dezelfde trainingssamenstelling. Maar dan inderdaad met een 118. Of zoals in dit geval de E18. Een locomotief die al voor de oorlog, voor 1940, gebouwd werd. Zo heette dat vroeger, voor de oorlog.